Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Ik ga vandaag een video maken waarin ik alle persoonlijkheidstypes van de bewoners van New Horizons ga ranken. Dus ik ga weer op dezelfde manier als wat ik al eerder een video heb gemaakt, kijken welke de beste zijn, welke de minst leuke zijn. En nou ja, dat ga ik gewoon samen met jullie doen. Dus laten we vooral gewoon meteen aan de slag gaan. Ik begin met de smug villagers. Dit zijn alle smug villagers. En ik ga gewoon van ieder type eventjes met jullie doornemen wie de beste is. En in dit geval is dat Zel. Ik vind Zel echt de leukste van allemaal. Ik vind de meeste smug villagers niet zo leuker uitzien. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Ik weet wel welke er allemaal niet leuk uitzien en dat zijn namelijk deze. Ik vind deze echt allemaal verschrikkelijk. En er zijn zoveel verschrikkelijke smug villagers dat ik niet weet of ik wel echt een keuze kan maken. Want er zijn er eigenlijk nog wel een paar, zoals bijvoorbeeld deze en deze, die ik ook echt verschrikkelijk vind. Maar ik ga echt proberen om van ieder type eentje uit te kiezen. Die dus helemaal onderaan komt te staan. En dat wordt nog wel een uitdaging. Want ik heb best wel een duidelijke mening over welke ik het leukste vind. Zeker in het geval van Zel, want dat is echt een schatje. Kit is ook nog wel een optie. Maar nou ja, ik ben er eigenlijk al gewoon uit dat het Zel moet worden. Dus sorry Kit. Maar ja, dan nog degene die het minst leuk is. Ja... Ik weet het niet. Deze vind ik nog wel iconic of zo. Ja, ik ga er nu gewoon een aantal weer wegdoen die niet de allerergste zijn van deze. Ik vind deze gewoon eigenlijk allemaal heel erg lelijk. En ik word echt niet blij van als ik ze tegenkom op een eiland of zo. Ja, maar welke is het ergste? Ik vind Cheddar... Valt ook nog wel mee, want ik vind hem nog wel grappig. Deze lijkt een beetje op een Yeti of zo. Maar het is ook wel oké. Ik denk dat dit... Het gaat tussen deze twee. En dat zijn Klaus en... Hoe heet die ander ook alweer? Oh ja, Chops. En dan ga ik toch voor Chops, omdat Klaus nog wel nuttig kan zijn... als je bijvoorbeeld een historisch thema of zo hebt. Dus dit zijn de twee smugs. Dan gaan we over naar de volgende. De Lazy Villagers. En daarvan zijn er wel een stuk meer die ik echt leuk vind. Bo is echt mijn favoriet. Dus die zet ik alvast bovenaan. Maar ik vind bijvoorbeeld zo iemand als Eric ook heel erg leuk. Of nou ja, Sherp en Bob vind ik ook nog wel leuk. Nou ja, die zijn niet de leukste. Maar nou ja, ik word iets minder... verdrietig als ik deze lijst zie. Maar er zijn hier ook weer echt hele lelijke bewoners. Waarvan ik denk, waarom zitten deze erbij? Wie wil deze op zijn eiland? Ik zou het echt niet weten. Die clown. Oh, ik was die ook alweer vergeten. Kijk, er zijn er nog meer die ik echt lelijk vind. Ja, deze. Nou, dus zij zijn allemaal niet de... allerlelijkste die ik ooit heb gezien. Maar ik vind ze... Rodeo vind ik ook echt niet erg niet leuk. Maar ik denk dat ik wel weet wie er op één staat. En dat is namelijk die gorilla. Want de rest vind ik ook verschrikkelijk. Maar de gorilla is echt de ergste. Dus ik haal ze allemaal weg. En dan heeft El de gorilla gewonnen. Het volgende type persoonlijkheid is Sisterly. En dat zijn er niet zo heel erg veel. En ik weet ook al wie er op één staat, namelijk Deidre. Die heb ik op mijn eiland en ze is mijn bestie. Dus nou ja, het zou lullig zijn als ik haar niet op één zet. Maar deze twee, Pashmina en Fuchsia, vind ik ook heel erg leuk. En ik vind ook Agnes wel schattig. De rest vind ik niet zo speciaal. Ze zijn niet heel erg verschrikkelijk. Ze zijn ook niet zo leuk. Maar deze vind ik wel heel lelijk. En ik haat echt alle kangeroes, dus die... Ja, die mag hier ook wel bij. Ja, en verder is het wel oké. Ja, deze beer is lelijk en die koala. Hoewel die eigenlijk, nou ja, eigenlijk valt die best wel mee.
Maar er is natuurlijk maar één winnaar. En ik denk dat dat gaat tussen de kangoeroe en de kikker. En dan ga ik toch voor de kikker. Omdat ik vind de kikkers over het algemeen heel erg leuk. Maar deze echt niet. Terwijl alle kangoeroes vind ik eigenlijk lelijk. En deze is niet speciaal lelijker dan de rest. Dus het wordt Diva, de kikker. De volgende is Peppy. En ik vind niet zo heel veel Peppy villagers leuk. Tenminste, ik vind er een aantal wel leuk. Zoals Rosie vind ik wel leuk. En ja, welke eigenlijk nog meer? Audi vind ik wel leuk. Flora vind ik grappig, maar niet zo leuk. Ketchup vind ik leuk. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ik vind ze niet super. Allemaal vind ik ze niet super. Maar ja, er zijn er wel een aantal oké. Pathé vind ik ook leuk. Die was ik een beetje vergeten. En ze woont gewoon op mijn eiland. Maar nou ja, ik vind haar wel grappig. Juist een beetje omdat ze niet zo bekend is. En Pom Pom vind ik trouwens ook heel erg leuk. Alleen haar huis paste gewoon niet op mijn eiland. Dus daarom ben ik toch voor Pathé gegaan en niet voor Pom Pom. Maar ik vind haar wel grappig. En er zijn er ook nog een aantal die ik echt helemaal niet leuk vind. En dat zijn vooral deze muizen en dit varken. En even kijken welke nog meer. Ja, deze vind ik niet zo. En even kijken, deze niet. Gewoon dit zijn een beetje de peppy villagers waar ik echt niet blij van word. Vooral die muizen. Alleen die muizen zijn nog wel grappig of zo. Ik weet niet, ik moet altijd nog wel een beetje lachen om die muizen. Terwijl de rest, nou ja, vind ik echt niet zo speciaal. Hoewel de miereneter valt nog wel mee en nou ja, ik ga er nog weer een aantal weghalen. Want dit is gewoon de nummer 1. Ik snap niet waarom Truffles heet ze, geloof ik. Waarom deze een Peppy Villager is. Want ze kijkt heel boos. En ik weet niet, ze ziet er niet uit als iemand die beroemd wil worden. En nou ja, dat soort dingen. En Ketchup is eigenlijk wel mijn nummer 1. Daar hoefde ik ook niet zoveel over na te denken. Ik vind haar wel grappig en schattig. Dan zijn we aangekomen bij de normal villagers. En de normal villagers daarvan vind ik er heel veel echt wel heel erg leuk. Qua uiterlijk en nou ja, gewoon ook meestal hun huis en zo. Ook al zijn ze soms een beetje saai. Maar er zijn er gewoon een heleboel die ik wel leuk vind. Ik moet ze even zoeken in het lijstje hoor. Dus het is af en toe een beetje ingewikkeld. Maar even kijken. Lily natuurlijk. Deze vind ik allemaal echt heel erg leuk. Ellie en even kijken wie nog meer. Nou, dit was het wel zo ongeveer. Maar goed, er is maar één nummer 1 natuurlijk. En dat is Fauna. Want nou ja, zij is een hertje. En ik vind echt alle hertjes eigenlijk veel leuker dan alle andere diersoorten. En ze is echt heel erg schattig. Dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal lelijke. Zoals deze. En deze. En deze. Ze zijn niet afschuwelijk. Ze zijn minder erg dan van de meeste diersoorten of persoonlijkheden. Maar goed, deze vind ik. Ik hoef deze echt niet op mijn eiland te hebben. Maar ik vind ook wel dat het uiterlijk moet passen bij de persoonlijkheid. En dan zijn er wel twee voor mij die het winnen. Misschien die muis ook nog wel een beetje. Maar eigenlijk deze felgekleurde eekhoorn en de neushoorn. En de muis is wel oké. Okay, dus I don't know. Het gaat tussen deze twee. En dan vind ik de neushoorn misschien iets meer storend of zo. Nee, ik denk eigenlijk toch dat het de eekhoorn moet zijn. Want die heeft echt de meeste felle kleuren. En dat vind ik niet passen. Dus het wordt die. En dan zijn we bij Cranky en ik ga er gewoon alvast een heleboel op de onderste rij plaatsen. Want ik vind er echt een heleboel niet leuk. Ik hoef ze echt niet te hebben op mijn eiland. Ik snap ook niet waarom ze überhaupt in het spel zitten. Maar Cranky is wel misschien een van mijn favoriete persoonlijkheidstypes. Omdat ik ze zo verrassend vind. Want ik dacht niet van tevoren dat ik ja, de Crankies zo belangrijk zou vinden. Maar ze hebben me echt verrast. En ja, het zijn echt gewoon van die oude zeurende mannetjes die ja, niks snappen van technologie en zo. Ik heb dat misschien al eerder gezegd in een video. Maar ik vind dat heel erg leuk. En ja, ik vind de conversaties tussen de cranky villagers en andere bewoners vind ik wel ja, interessant om te volgen. Ik word er altijd wel blij van. Maar zoveel zijn er dus die ik echt niet leuk vind. Ik vind eigenlijk de helft ongeveer echt heel erg lelijk. En dat vind ik heel erg jammer. Want ja, ik had wel graag meer cranky bewoners gezien die
die ik echt wil op mijn eiland. En deze hoef ik echt allemaal echt niet op mijn eiland. Dus ja, welke moet er dan overblijven als de ergste? Dat is nog wel een goede vraag. Ik ga er gewoon weer een aantal weghalen die niet mijn allereerste keuze zijn. En dan blijft er hopelijk uiteindelijk eentje over. Oké, ik heb er weer wat geëlimineerd. Maar het is toch best wel heel erg moeilijk. Omdat ik ze eigenlijk allemaal verschrikkelijk vind. Dit is denk ik. Al deze zijn echt nog ver onder de lelijkste van de andere categorieën. En dat is heel erg jammer. Maar ik denk dat mijn voorkeur toch wel uitgaat naar. Of nou ja, juist niet mijn voorkeur. Naar Gruff. Want hij is een geit. En ik vind eigenlijk alle geiten altijd heel erg leuk. Maar hem niet. Dus dan verdient hij misschien wel de eerste plaats daarvoor. En over eerste plaats gesproken, Fang en Gonzo vind ik wel de leukste twee van de cranky villagers. Ik had trouwens Boyd op mijn eiland, maar ik zie die ook helemaal niet staan in dit rijtje. Dus misschien kijk ik er overheen, maar ik vraag me dan af of dit rijtje wel compleet is. Maar goed, hij staat toch niet op nummer 1, dus het maakt niet uit. Want Fang is mijn nummer 1. Gonzo is wel leuk, maar Fang heeft echt mijn hart gestolen toen ik hem in New Leaf had. En sindsdien is hij echt mijn favoriete cranky bewoner. En ik hoop dat ik hem nog een keer op mijn eiland mag hebben. Dan hebben we Snooties. En er is iets raars aan de hand met deze plaatjes, want ze zijn allemaal een beetje half afgeknipt. Maar goed. Er is niet een andere, dus ik ga het er maar mee doen. En ik ga gewoon alvast weer wat hele lelijke op de onderkant zetten. Er zijn ook hier weer een aantal hele rare keuzes gemaakt door het spel. Dat ik denk van, waarom heb je dit uiterlijk precies gekozen? En waarom denk je dat iemand deze wil hebben op zijn eiland? Zoals deze rare muizen. En ja, ik weet niet waarom deze allemaal erin zitten. Maar Whitney en Vivian en Diana vind ik wel heel erg leuk. Wie nog meer? Ja, Monique. Ik heb wel iets met Monique. ook al is ze helemaal, ziet ze er helemaal niet zo erg leuk uit. Maar ik hou wel van dat type, zeg maar. Even kijken. Soleil heeft ook echt mijn hart gestolen sinds ik haar heb op mijn hoteleiland. En ik hou ook van Blair, heet ze, geloof ik. Maar goed, er is maar één winnaar en dat is Diana voor mij. Zij is voor mij een beetje de hoofdsnoetie of zo. En ik vind haar heel erg leuk. En ik heb haar ook al heel lang op mijn eiland. Dan moet ik nog een keuze maken van wie de minst leuke is. En ik denk dat ik dat wel weet. Want dat is Naomi. Ik weet niet, nu kun je het niet zien, maar die heeft echt van die knalrode ogen. En ik begrijp die keuze niet helemaal. Want waarom zou je een villager zo expres zo lelijk maken? Of onaantrekkelijk of zo? Ik snap niet helemaal waarom dit soort villagers er überhaupt bij zitten. Want wie wil dat? Wie wil er een koe met rode ogen? Dat wil toch niemand? Maar goed. Over dat wil toch niemand gesproken, zijn we nog aangekomen bij de Jock Villagers. En deze drie zijn toch wel een beetje mijn favoriet, samen met Poncho, denk ik. Bam was op mijn New Leaf dorp en ik vond hem toen heel erg leuk. En Antonio was ook al een hele tijd op het New Leaf dorp van mijn man. Maar ik denk dat ik toch wel een voorkeur heb voor Bill, want die is heel erg schattig. Ik vind alleen zijn huis niet mooi aan de binnenkant, maar ja, daar kan hij ook niks aan doen. En dan zijn er natuurlijk ook hier weer een aantal van die hele onaantrekkelijke bewoners die ik weer eventjes allemaal op een rijtje ga zetten. Maar er is weer genoeg keus, ook hier in deze categorie. En ik vind de meeste Jog-bewoners toch al niet zo heel erg aantrekkelijk. Dus ik weet niet, er is ook weer genoeg om uit te kiezen hier. Het maakt ook niet zo heel veel uit eigenlijk welke ik kies. Ik vind ze allemaal gewoon niet leuk. Maar ik denk dat ik toch maar ga voor de robotvogel. Aangezien ik ook niet begrijp waarom er überhaupt robotdieren moeten zijn in dit spel. Dus Sprocket heeft deze ronde gewonnen. En dat was het volgens mij. Dat waren volgens mij alle bewonertypes. En wat ik dan nu ga doen is, ik ga alle bewonerstypes ranken van welke ik het leukst vind. Namelijk de lazy, naar welke ik het minst leuk vind. En dat weet ik ook al, dat zijn de jocks. Maar die ertussenin, die worden nog een beetje spannend. En ik weet eerlijk gezegd nog niet zo goed
welke dat dan gaan zijn. Want ik heb een aantal best wel voorkeuren voor persoonlijkheidstypes. Welke ik niet zo heel erg leuk vind, zijn de peppies. Want ik vind ze te druk en te overheersend eigenlijk. Dus ketchup en hoe heet ze, truffles, die mogen daar komen te staan. En de jock fillertjes ga ik dus er niet eens aanraken. Die komen gewoon op de onderste plek. Sisterly mag denk ik hier. Nee, eigenlijk moeten die ook bij niet zo leuk. En dan misschien de peppy weer wat omhoog. Want ik vind de sisterly persoonlijkheid eigenlijk helemaal niet zo spannend. Er is niet echt iets interessants aan of zo. Dus die mogen beneden. Snooty vind ik wel weer heel erg leuk. Dus die komt dan op 3 op dit moment. Misschien een beetje gelijk met smug. En normal mag ook hier. Want ik vind ook die praatjes die zij hebben ook niet zo super bijzonder. Ik vind het uiterlijk van de normal bewoners wel heel erg leuk. Maar de persoonlijkheidstype is gewoon niet zo. Cranky misschien toch op 2. En dan de smug is eigenlijk ongeveer vergelijkbaar met Snooty, vind ik zelf. Met wel een klein een lichte voorkeur voor Snooty. Want ja, ik vind wat zij te zeggen hebben altijd echt fantastisch. Dus ik denk dat dit het is. Ik denk dat dit mijn voorkeur is voor de persoonlijkheidstypes. En ik ben eigenlijk ook een beetje verbaasd dat Cranky echt op 2 staat. Maar misschien had ik dat toch ook eigenlijk wel zien aankomen. Want ik vind het altijd heel erg leuk om met ze te praten en zo. Dus dit is het. En nu ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie mening. Wat is jullie favoriete persoonlijkheidstype? En welke vind je het minst leuk? Laat het gewoon allemaal weten in de comments. Dat vind ik leuk om te lezen. En ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. En dat jullie het leuk vinden om naar mijn mening te luisteren over dit soort dingen. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!